De landbouw heeft natuurlijk heel veel ruimte en is daarmee eigenlijk heel geschikt om heel veel hernieuwbare energie te produceren. We willen eigenlijk 100% hernieuwbare energie in 2050, maar er ligt een probleem in het leveren van die energie aan ons net. En ons energienet is zo ingericht eigenlijk dat we energie produceren in, laten we zeggen, centrales. Dat wordt via hoogspanning, middenspanning, laagspanning naar de burger toegeleverd. Maar het terugleveren is eigenlijk veel lastiger omdat het net te klein is om dat allemaal aan te kunnen. Wij richten ons als onderzoeksinstituut op de rol van de landbouw in de energietransitie. Dat is tweeledig. Aan de ene kant de productiekant. Hoe kan de landbouw hernieuwbare energie produceren? Want ze hebben immers veel ruimte. En aan de andere kant de rol van de landbouw in het balanceren van het energienet. Het grootste probleem met het gebruik van hernieuwbare energie is dat er een onbalans is tussen de productie en de vraag op sommige momenten in de dag. Dus 's ochtends is bijvoorbeeld veel vraag naar energie en dan is er nog niet zoveel zonne-energie bijvoorbeeld. Een oplossing voor die onbalans zou kunnen zijn dat je tijdelijk op momenten van piekproductie energie opslaat. In bijvoorbeeld een batterij. Of benut in processen die op dat moment eigenlijk niet aanstaan, maar die dan aanzet. Zoals bijvoorbeeld een koelmachine in een boerderij of een trekker. Of bijvoorbeeld als je kaas gaat maken. Op dat moment, als je daarmee gaat schuiven, dan zou je die energie op dat moment kunnen gaan benutten. We zijn hier op onze Smart Grid testsite. We hebben hier op deze testsite drie bronnen van hernieuwbare energie. We hebben hier windenergie, we hebben hier zonne-energie en we hebben een biovergister die methaan produceert die we kunnen zetten in elektrische energie. Op deze Smart Grid testsite testen we een nieuw type batterij, een redox flow batterij. En die hebben als voordeel dat ze eigenlijk een veel langere levensduur hebben. Dat ze veel sneller kunnen laden en ontladen en veel meer cycli hebben. En bovendien dat het oplosmiddel wat erin zit, de vloeistof, veel makkelijker te recyclen is.